Af en toe komt die zon erdoor. Dat is eigenlijk een unieke voor deze week, dat wij hier nu komen met de camera. Ja, nogal inderdaad. We hebben heel veel regen gehad. Dinsdag ging het al helemaal los. Dinsdagmiddag ging het nog net goed, dachten we, want er zou een gigantische bui aankomen. Maar het ging wel goed. En op dinsdag om 6 uur, toen was er een wolkbreuk. De hele baan, het was echt... Er lag alleen maar water op. Het zat echt wel zo'n laag lag erop. Maar gelukkig op woensdagochtend konden we wel weer spelen. Maar eigenlijk elke dag wel regen gehad. Behalve woensdag trouwens, want toen stond ik wel in het zonnetje te tennissen. En dat vind ik altijd wel lekker. Dat is altijd wel, dat bevordert mijn spel wel. En volgens mij gisteren regen gehad. Gisteren zijn ze naar de hal gegaan. Donderdag regen gehad. Nou, en vanochtend ook weer. Maar nu staat ze gelukkig weer te tennissen. En hopen dat het vandaag wel weer goed komt. Ja, dan organiseer je een toernooi in augustus en dan valt het nog in het water. Ja, op de een of andere manier regent het altijd deze week. Want we hebben het volgens mij nog geen één week geen één keer echt helemaal goed gehad. Maar weet je, de mensen die werken heel hard voor de banen en uiteindelijk komt het wel weer goed. En het is wel iets minder leuk, maar toch is het nog wel redelijk druk op het park. Dus dan maakt het niet super veel uit. Hoe gaaf is dit, een toernooi in je eigen achtertuin? Nou, het is super leuk dat eigenlijk iedereen die ik dan ken, dat ze me een keer kunnen zien spelen. Want normaal gesproken speel ik altijd ergens anders, of in het buitenland of in het westen van het land. En voor mij is het dan ook altijd irritant dat ik dan zo'n eind moet rijden. En ik vind het altijd lekker om toch wel thuis te slapen, dus meestal ga ik wel heen en weer. Ja, en dan als je bijvoorbeeld naar Amsterdam moet, dan reken maar 1,5 uur. Maar reken om 8 uur 's ochtends maar 2 uur. Ja. Dus dan is het altijd gewoon een eind rijden. En nu is het gewoon heerlijk dat je lekker kan trainen wanneer je wil. En je stapt de baan op. En als het dan bijvoorbeeld regent zo'n dag, dan ga ik gewoon naar huis. En dan hoor ik wel wanneer ik moet spelen. En dan is het 5 minuten rijden en dan ben ik hier weer. Dus dat is wel echt super fijn, ja. Hoe verklaar jij dat we niet worden verwend hier in de regio wat betreft de tennis? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het... niet alleen hier in de regio is. Ik denk dat het vooral eigenlijk ook gewoon in het hele land is. En ik kan ook niet echt verklaren waar dat door komt. Want er is echt wel genoeg talent. Maar op de een of andere manier is het nu gewoon zo'n periode dat het gewoon niet doorkomt. En dat heb je denk ik altijd wel in de sport. Dat het gewoon soms een periode gewoon iets minder gaat. Maar aan de andere kant, we hebben wel gewoon Kiki Bertens. Die 32 staat van Nederland. Of van de wereld. En Robin Haas doet het supergoed. Dus ik denk, als je dat soort spelers hebt, dat het op een gegeven moment, dat vinden kinderen natuurlijk wel leuk. En dan zien ze een Robin Haas of een Kiki Bertens. En dan gaan de kinderen wel weer tennissen. En als je hier ook ziet op Ready, we hebben gewoon superveel jeugdspelers. En als je gewoon meer jeugdspelers hebt, op een gegeven moment komt er natuurlijk wel daar een goede speler komt daar wel uit, denk ik. Dus het is gewoon ook geduld hebben. En er ook denk ik niet te veel druk op leggen. Want hoe meer druk je erop legt, hoe minder de kinderen gaan presteren. Waar sta jij in dat hele speelveld? Ik sta nu 23e van Nederland en rond de 1000 van de wereld. En mijn beste ranking was 880 van de wereld, denk ik. En rond de 16 van Nederland. Maar dat fluctueert gewoon heel erg. Dus ik denk dat 20e van Nederland, dat is wel wat ik nu ongeveer sta. En het hangt heel erg af van wat voor toernooi je speelt. Want als je nu... je hebt zeg maar nationale toernooien en je hebt dan deze toernooien. En als je hier van deze toernooien een internationale ranking hebt, dan krijg je ook punten voor je nationale ranglijst. Maar je kan ook bijvoorbeeld hele hoge nationale toernooien spelen, dan krijg je ook weer punten voor die nationale ranglijst. Dus stel ik kies ervoor om alleen maar die hoge nationale toernooien te gaan spelen en ik doe het goed. Dan kun je ook zo 12e van Nederland staan. Maar het is maar net waar je voor kiest. En als je die mix hebt, dan kom je ongeveer uit rond de 20e. Ja, wat moet nummer 23 van Nederland er allemaal voor doen? Want volgens mij leef jij ook als een topsporter. Ja, klopt. Ik train sowieso van maandag tot en met vrijdag elke dag. Maar ik studeerde ook nog naast. Dat is een bewuste keuze van mij geweest. Wat doe je? Ik studeer gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente. En ik ben nu bijna klaar. Ik ben nog aan het afstuderen. Ik ben in februari klaar en dan begin ik met mijn master. Dus wat dat betreft ziet mijn schema er wel wat anders uit dan de meisjes die hier rondlopen. Maar dat is gewoon een bewuste keuze van mij geweest, omdat ik niet... mijn dagen alleen maar met tennis wilde invullen. Omdat ik gewoon merkte aan mezelf dat ik dat iets te eentonig vond. En ik ben ook iemand die wel druk moet blijven zijn en veel dingen op een dag moet hebben. Want anders dan ben ik helemaal niet productief. Dus daarom ben ik toch gaan studeren. Ja, en dan train ik dus vijf keer per week minimaal. En dan kijk ik in mijn schema wanneer ik wel 2 keer per dag kan trainen. En ik studeer dus dan daarnaast, ja. Is het ook omdat je misschien wel weet van tennis, het is zo moeilijk om door te breken. Heb jij wel eens het idee gehad van nu ga ik echt doorbreken? Heb jij wel eens op die drempel gestaan? Wanneer breek je echt door? Dat is gewoon het lastige met tennis. Want in principe, als je het heel goed doet in zo'n futures toernooi, dan kun je al het idee hebben dat je doorbreekt. Maar
ja, wat is echt doorbreken? Want je kan er niet zo heel... Kijk, ik denk dat het idee bestaat dat je met tennis veel geld kan verdienen. Maar dat is gewoon niet zo als je deze toernooien speelt. Want al je reizen moet je zelf betalen, je vlucht, nou, je trainingen moet je natuurlijk bekostigen. En je verdient hier wel prijsgeld, maar dat, je speelt net kiet als je het toernooi wint. Nou ja, hier dan is het natuurlijk volledige winst voor mij. Omdat ik de reiskosten wel mee. Ja, inderdaad. Maar als je gewoon in het buitenland speelt, dan moet je gewoon alles zelf betalen. En daarom dacht ik zo van ja, ik vind studeren gewoon heel erg leuk. Ik had mijn VWO-diploma gehaald en ik dacht van ja, ik probeer het gewoon. En stel het lukt niet, dan studeer ik een jaar en dan stop ik toch nog met mijn studie en ga ik verder met tennis. En nu, ik vind de combinatie gewoon veel te leuk om ermee te stoppen. Dus ja, dit gaat ook nog wel even, in ieder geval anderhalf jaar zo door. Ja, ja. Het is ook een individuele sport, hè? Want ja, als je bij de beste 20 voetbalsters of bij de beste 20 hockeysters zit, ja, dan verdien je wel geld. Dan sta je wel wekelijks in de schijnwerpers bij Studio Sport. Ja, dat is ook het gekke, want je staat 23e van Nederland, maar eigenlijk kent helemaal niemand je. En als je de 23ste voetballer bent van Nederland, dan zit je bij het Nederlands elftal en verdien je miljoenen. En dat is gewoon het rare. En daarom inderdaad het individuele, dat is ook wel het zware, vind ik. Omdat je wel, je reist alleen meestal. Omdat... Het lijkt me heel eenzaam, al die hotels en dan wat je ook zegt. Je verdient ook nog niet eens echt lekker. Ja, klopt. Dus dan moet je het spelletje wel heel erg leuk vinden om het te blijven doen. Want ja, je reist dus alleen. Ja, je kan wel een coach meenemen. Dat is dan mijn vader die wel eens meegaat. Maar ja, dan moet je ook voor diegene de hotelkamer betalen. En vooral bij coaches, als meisjes zoals ik coaches meenemen die dan niet hun vader zijn. Dan moeten ze dus hotel betalen, eten betalen, maar ook meestal een fee per dag, omdat ze dus mee zijn als coach. Dus gewoon hun salaris. Dus dat kost gewoon belachelijk veel geld. Dus dan ga je gewoon sneller alleen. En dan, dan deel je kamers met meisjes die je eigenlijk niet kent. Dus dan lig je in bed met iemand die je eigenlijk niet kent. Dat is eigenlijk heel raar. En ook, ja, ik heb wel eens gehad dat ik 6 uur naar Frankrijk ben gereden in mijn eentje. Je vliegt de eerste ronde en de dag daarna zit je alweer in de auto terug. Ja, dat soort dingen maak je wel mee. Maar ja, je ziet wel superveel van de wereld. En je leert jezelf ook wel kennen, denk ik. En je komt op plekken waar je gewoon niet zo snel komt. Dus dat is eigenlijk ook wel het hele leuke eraan. Ik ken je eigenlijk niet, maar nu slechts 10 minuten. Maar volgens mij heb je het ook nooit saai in je eentje. Nee, je hebt het zeker niet saai en je leert ook mensen. Jij ook vooral niet. Nee, klopt. Maar ik ben ook heel goed in mijn eentje. Ik kan dat gewoon goed. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet erg. En ik ben daardoor ook best wel, dat leer je ook wel, gewoon individualistisch zijn. En dingen regelen voor jezelf. Want je moet bijvoorbeeld, tennis kun je niet in je eentje doen. Je hebt gewoon altijd iemand. Ja, je kan met de muur tennissen, maar dat is niet echt een hele goede voorbereiding voor een wedstrijd. Dus je moet ook wel leren dat je dingen moet regelen, zoals een trainingsmaatje of een dubbelpartner. Trainingsbanen regelen en dat soort dingen. Ja, als je dat gewoon allemaal zelf moet doen en je komt aan op zo'n toernooi. Ja, ik weet niet. Trots is een groot woord, maar het geeft je wel een soort van voldoening dat je het wel gewoon allemaal in je eentje doet. Want laatst was ik bijvoorbeeld. Ik was in Birmingham en toen ben ik met volgens mij was het, mijn ouders konden me niet brengen, dus ik was met de trein naar het vliegveld gegaan. Nou, dan vlieg je dus en ik kwam aan in Birmingham en dan ga je met de trein naar het hotel. Dus toen dacht ik, op een gegeven moment dacht ik, ik heb gewoon alles met het openbaar vervoer gedaan. Ik vond het eigenlijk wel leuk dat je dat dan ook een keer hebt. Dat geeft dan ook wel voldoening of zo, ja. Kan ik me goed voorstellen. Wat voor ook voldoening geeft, lijkt me, is dat je hier gewoon ook wel hoge ogen hebt gegooid. Zeker in de eerste ronde sla je toch een erkende kampioen, jeugdkampioen. Is dat ook waar je het dan weer voor doet? Dat je denkt van, ja, dit zijn overwinningen, zeker in eigen huis, waar je dan weer zoveel dat trotse gevoel uithaalt? Ja, klopt. Vooral als je gewoon op een hele goede manier zo'n wedstrijd naar binnen haalt. Ik bedoel, ik ging natuurlijk aan een zijde draadje, ik ga het matchpoint tegen. Gelukkig hielp ze mij een beetje op matchpoint tegen, want ze sloeg een dubbele fout. Dus daar heb ik niet heel veel voor hoeven doen. Dat moet je dan weer niet zeggen. Nee, maar ja, het is gewoon zo. Maar in ieder geval, op een gegeven moment op 5-5 begon ik gewoon echt super goed tennis te laten zien. En die derde set overklaste ik haar gewoon. En dat is gewoon super fijn als je toch wel vanuit een verloren positie je toch alweer terugknokt. En dan die derde set gewoon zo goed tennis laat zien dat je... Ja, dat ze hier eigenlijk helemaal los ging op de baan. Dus dat is gewoon, het is gewoon super leuk. Het is veel leuker om te tennissen voor mensen die... dat er gewoon mensen langs de kant zitten. Want soms, ik heb ook wel eens toernooien gespeeld dat er echt 2 mensen langs de kant zaten. En dan, je doet het voor jezelf. Dat is echt volledig zo. Maar het is wel leuk als het beloond wordt met een applausje. Dat is gewoon zo, ja. Je zegt, ik ga het nog 1,5 jaar doen, dat zeker. Wat wil je dan nog in die 1,5 jaar nog echt bereiken? Wat is echt een doel? Nou, het is eigenlijk dat ik ben niet zo heel goed in doelen stellen. Want daar hou ik ook gewoon nooit zo van. Want
ja, ik weet niet. Het hangt zoveel van af. Dus ik train. Het is nu dat ik eigenlijk voor het eerst een paar maanden echt lekker sta te tennissen. Dus ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik speel gewoon mijn toernooien. En dan zie ik wel waar het schip strandt eigenlijk. Want ik vind het heel moeilijk om te zeggen, nou, ik wil top dit, top dat. Ik benader elke wedstrijd als een individuele wedstrijd. En ik wil gewoon elke wedstrijd mijn beste tennis laten zien. En dan zie ik het wel weer. Ik weet niet, het is. Ik stel nooit zulke doelen eigenlijk. Even voor de leken, want die kennen misschien alleen de echte topspeelsters in de tenniswereld. Je hebt al veel rondgereisd. Heb je nog een mooie anekdote die we nog even moeten melden zo? Wat wel leuk is, dat is eigenlijk een wedstrijd waar mensen eigenlijk niet echt van weten. Vorig jaar heb ik van Arantxa Rus en... Het was Leslie Kerkhoven en Richel Hoogkamp. Ja. Daar moesten we tegen dubbelen. En ze kwamen net terug van Wimbledon. En ik dubbelde met een Australisch meisje. Dat was in Middelburg. Een $25.000 toernooi. En Leslie Kerkhoven komt daar uit de buurt. Hè, dus veel interviews in de krant. En eigenlijk leek van tevoren wel dat ze wel dacht dat ze van ons ging winnen. Nou, logisch, want ze staan natuurlijk ook veel hoger dan wij. Ja. En uiteindelijk wonnen wij in de super tiebreak in de derde set. En wij waren natuurlijk super blij, want het was gewoon echt een hele mooie overwinning. En lazen wij later in de krant dat ze wel heel erg veel last hadden gehad van de overgang. Waren vermoeid? Nee, van gras naar greffel. Dat was wel een hele grote overgang en daardoor hadden ze verloren. Ja, en dat soort dingen, dat is gewoon super leuk om te lezen, omdat je dan eigenlijk denkt van ja... Maar ja, ik heb toch van je gewonnen. Dus dat is gewoon, super leuk dat je dan ook wel van dat soort namen hebt gewonnen. Dat is wel... Wat dat telt dan misschien, want als je zegt in de kroeg waar je misschien niet eens zo heel vaak komt, maar omdat je veelal bezig bent met je sport, maar dan kun je dat toch altijd even noemen, of niet? Klopt. Het is altijd dat vind ik heel erg lastig om uit te leggen wat je niveau is. Want als je aan mensen vertelt die helemaal geen verstand hebben van tennis, dat je 800 van de wereld staat, dan is de ene reactie van wow, supergoed. En de andere reactie is van, oh, nou ja, 800, ja, dat is niet echt interessant of zo. Dus ik vind het altijd heel erg moeilijk om uit te leggen wat mijn niveau is. En eigenlijk vertel ik altijd dat ik dan Nederlands kampioen tot en met 16 ben geweest. Want dan weten ze wel een beetje dat het niet heel slecht is. Maar ja, ook niet dat je al bij Roland Garros hebt gestaan. Dus dan kun je wel redelijk uitleggen inderdaad wat je niveau is. Maar dat soort wedstrijden van zulke namen winnen, meestal kennen ze die naam wel in de sport. En dan, dan kun je inderdaad wel in de zak steken dat je die wel hebt verslagen. Volgens mij ga je het nog veel langer doen dan die anderhalf jaar, toch? Dit ga je nooit helemaal loslaten. Je spreekt zoveel passie en trots straal je uit. Dat tennissen blijf je nog volgens mij een lengte der jaren doen. Klopt, ja, denk ik wel. Ik kom uit een tennisfamilie. Mijn vader die is coach, mijn broers hebben allebei getennist. En het is ook gewoon veel te leuk om mee te stoppen. En ook zonde om ermee te stoppen. Want ik ben er natuurlijk al mee bezig vanaf mijn vierde. Vanaf mijn achtste is het een beetje serieus geworden. En ik kan ook gewoon niet snappen dat sommige meisjes gewoon helemaal de racket in de garage gooien en er nooit meer wat mee doen. Ik vind het gewoon veel te leuk daarvoor. En zelfs als ik alleen al zou trainen, dat geeft me al gewoon voldoening. Dat je gewoon de ballen lekker raakt en dat ze komen waar je wil. En nee, ik denk dat ik het nooit los kan laten. Met name die druk, denk je, want dan ronden we ook af. Want we zijn er volgens mij heel lang bezig. Maar is dat Maureen Rickert? Die ken ik toevallig van de vereniging waar ik ook heb gespeeld. Heb jij volgens mij? Goeie vriendin van jou. Maar die Justin Eleveld bijvoorbeeld, die heeft een paar keer geprobeerd. Maar die hebben zichzelf dan een dusdanige druk opgelegd dat ze helemaal afgestoten zijn van de tennis. Helemaal murf gebeukt. Nou, dat is niet helemaal waar, want Maureen en Justin die spelen allebei nog veel. En Justin doet het ook wel echt goed. En Mau is ook nog gewoon nog lekker aan het tennissen. Maar ik denk, dat merk ik ook bij mezelf hoor. Want ik heb ook mezelf altijd heel veel druk opgelegd. En ik wil dit halen, ik wil dat halen. En dan lukt het gewoon niet. Dan ga je... Ja, tennis is zo'n... Ja, ik denk eigenlijk elke sport wel. Maar het is zo op de details. Ik bedoel, als je arm een klein beetje te stijf is, dan sla je die bal al het hek in. En als je hem goed raakt, dan sla je hem gewoon waar je wil. En ik denk inderdaad, als je jezelf te veel druk oplegt, dat echt gewoon helemaal niet lukt. En dat is ook wat ik los heb leren laten. Gewoon lekker spelen, letten op hoe je de ballen gaat, hoe je de wedstrijd gaat winnen. En niet van waarom je de wedstrijd wil winnen. Nee, dat is veel belangrijker hoe je de punten naar je toe gaat trekken. En dat is ook wat ik gisteren heb gedaan. Gewoon puur op het proces letten hoe je een wedstrijd wil winnen. En niet, ik wil deze wedstrijd winnen. Dat is zo'n verschil als je een wedstrijd anders benadert. En ik denk ook dat het is heel moeilijk om het zo te benaderen. Maar dat is wel de manier om het te benaderen, denk ik. Dus jij geniet volop en rijk word je toch niet met deze sport. Want even tot slot, wat heb je verdiend hier?
200 euro. Maar ik moet zeggen, als je de nationale toernooi speelt en je doet het goed, dan kun je er echt wel een lekkere boterham mee verdienen. Maar dat komt ook omdat je, als je nationale toernooi speelt, dat je geen vlucht hebt. Dus in principe zijn de bedragen zijn niet super laag. Dat is echt wel te doen. Alleen, ja, je kosten zijn gewoon te hoog als je internationaal speelt. En het hangt gewoon heel erg af van sponsoren. Ja. Dankjewel. En ik hoop dat je wat meisjes hebt geïnspireerd. Graag gedaan. Hoop ik ook. Dankjewel. Ja, graag gedaan.